Welkom bij Mandarte, meer zien in moderne kunst. Deze video gaat over portretten. En over zelfportretten. En over portretten die eigenlijk geen portretten zijn. In de beeldentuin van Kröller Müller staan een paar zelfportretten van Jan Fabre. Jan Fabre als taalkunstenaar noemt ze niet zelfportretten, maar hoofdstukken. En hoofdstukken is eigenlijk wel een briljante titel. Want net zoals alle hoofdstukken in een boek samen het boek uitmaken, zo zou je alle hoofdstukken van Jan Fabre kunnen zien als onderdeel van het ene volledige portret van Fabre. Laten we maar gauw gaan kijken. Deze foto maakte ik 9 jaar geleden toen Jan Fabre een grote one-man-show had in Museum Kröller Müller. Op een hardstenen sokkel staat een bronzen zelfportret met ezelsoren. Het is nummer 18 uit een serie van 18. Jan Fabre is waarschijnlijk de beroemdste moderne kunstenaar van België. Zoals je op zijn website ziet, noemt hij zichzelf Consilience of Consilience artist. Volgens de tekst op zijn website zoekt en ziet hij verbanden tussen verschillende kunstdisciplines en geeft hij daarmee nieuwe interpretaties aan de wereld van de beeldende kunst, de theater en de literatuur. Hoofdstuk 18 is net als alle andere hoofden levensgroot. Daarmee schaart het portret zich onder onze normale ontmoetingen, omdat het niet extra groot of extra klein is. Maar de ezelsoren die Jan Fabre aan het hoofd monteert, zijn naar verhouding te groot voor het hoofd. We kwamen in onze vorige video's al heel wat belangrijke ezels tegen, maar geen één met een mensenhoofd. Wel zagen we een konijn, ook met grote oren en net zo glanzend. Misschien is het niet zo gek om zulke grote oren te hebben. Hoewel het beeld nog erg jong is, zie ik toch al verschillen tussen de versie uit 2011 en die uit 2020. Niet alleen in de kraag en de schouders, maar ook in de stand van de mond. In 2011 was er iets parmantigs te bespeuren in de gelaatsuitdrukking, terwijl er in 2020 schrik in het gelaat ligt, alsof het net zijn eigen onmenselijke oren heeft ontdekt. En van opzij is er een voorwaartse beweging in de houding, als een naar voren reiken, terwijl de vroegere versie juist naar achteren helt. De achterkant van het hoofd relateert deze gieting aan andere hoofdstukken die kennelijk van dezelfde gietingen afkomstig zijn. Naar eigen zeggen heeft Jan Fabre de hoofden zelf geboetseerd. Ik vermoed dat hij vooral bedoelt aangepast, want oren, ogen en mond moesten wel degelijk aangepast worden aan de horens en de oren die er werden ingemonteerd. Maar ondertussen blijven alle 18 hoofden toch erg, ik zou bijna zeggen mechanisch, hetzelfde. Alsof ze afkomstig zijn van slechts 3 of 4 wassen beelden. Links is het hoofd van Was met aangeplakte oren. Het vertoont grote overeenkomsten met de foto uit 2011. De oren richten zich naar voren om te horen of ik wel de waarheid spreek. Rechts het Kröller Müller beeld uit 2020. De oren kennen de omgeving links en rechts en de ogen scannen de wereld voor de kop. Het dier is in dit nieuwe hoofdstuk belangrijker geworden dan in 2011. Het effect van de lichtval op het glanzende oppervlak is duidelijk. Het hoofd verliest zijn menselijke lichamelijkheid en nestelt zich in de wereld van de spiegels en de edele metalen waar het licht hard is en koud. Het verliest ook zijn speciale individualiteit. Het is geen portret meer, maar een algemeen mensenhoofd. De eminente kunsthistoricus Rudolf Witkauer hield in 1971 een briljante lezing met als titel De traditie van de werkplaats van de beeldhouwer. Daarin volgt hij, om het woord van Jan Fabre te gebruiken, op consiliënte wijze de overgang van de beeldhouwer als ambachtsman naar de beeldhouwer als kunstenaar. Hij doet dat onder andere
door de sporen te volgen die het gereedschap van de beeldhouwer achterlaat op het beeld en de ontwikkeling te laten zien van hoe de ogen worden behandeld in de sculptuur van de Grieken tot de tegenwoordige tijd. Jan Fabre zou een prachtig voorbeeld voor hem zijn geweest van een kunstenaar die traditioneel ambacht en modern kunstenaarschap bij elkaar brengt. Deze foto toont een overzicht van de zaal in Brussel waar Jan Fabre zijn hoofdstukken opstelde in de tentoonstelling Belofte van het gezicht. Op Vimeo is een interview te vinden waarin hij vertelt hoe hij ertoe is gekomen om allerlei kenmerken van dieren aan zijn hoofd toe te voegen. Jammer genoeg wijdt hij niet uit over het verschil tussen de wassen en de bronzen hoofden. Terwijl dat nu juist enorm belangrijk is, zoals Witkouwer aantoonde. Waarom is een zelfportret van Albrecht Dürer, als Christus nota bene, pijloos en dat van Rihanna pijnlijk, vraagt Wannes Gijsselink zich af. Hij schrijft een intelligent en kritisch essay over Fabre's hoofdstukken met als titel Waarom Fabre's hoofdstukken mij zo ergerden. Daarin werpt hij de vraag op of we Fabre's hoofdstukken moeten opvatten als ironie. De aanleiding voor zijn onderzoek is de uitspraak van de kunstenaar zelf dat ironie in deze hoofdstukken de boventoon voert. En hij wil natuurlijk weten of het alleen maar ijdelheid is, deze hoofdstukken. Volgens Gijsselink is ironie een stijlfiguur waarin iemand iets beweert, maar eigenlijk iets anders, vaak het tegendeel, bedoelt. Een kenmerk van ironie is dat het misbegrepen kan worden. Correctie, ironie moet misbegrepen kunnen worden. Onbegrip is een bestaansvoorwaarde. Bij een ironische mededeling kunnen we ons altijd iemand inbeelden die de ironie niet opmerkt en de ironische mededeling voor niet ironisch neemt. Het is ten koste van deze persoon dat de ironicus en de ironike een pact sluiten. Knipoog, knipoog terug, ironie is exclusief en inclusief tegelijk. Gijsselink verwijt Jan Fabre op goedkope wijze mee te doen aan de trend die postmodernisme heet. Hedendaagse kunst plus ironie plus traditie is postmodern, zo luidt de formule, schrijft hij. Waar hij wel gelijk in heeft, lijkt mij, is dat deze twee portretten van elke ironie gespeend zijn. Beide personen willen heel nadrukkelijk iets van zichzelf tonen waarop ze trots zijn. Nog even over het materiaal en ironie. Daarom laat ik deze schilderijen zien van Archimboldo. Je kunt een mensenhoofd opbouwen met oren en ogen van een dier of met groenten. Je kunt het gieten in brons of schilderen met olieverf. Elk materiaal brengt zijn eigen gevoelswaarde mee. Ironie is in de kunst niet altijd gemakkelijk te onderscheiden. Zo zouden wij Archimboldo's werken snel als ironie kunnen lezen. Toch blijkt uit het rechterportret van keizer Rudolf II dat het niet om ironie gaat, maar om een bijzonder soort verering. De keizer, afgebeeld als god van de oost. Jan Fabre schaart zich graag onder de grote kunstenaars van België, Breugel en Rubens. Pieter Breugel de Oude was al 8 jaar dood toen Peter Paul Rubens geboren werd. Ze worden vaak in één adem genoemd, alsof de zuidelijke Nederlanders allemaal hetzelfde zijn, terwijl hun stijl van schilderen hemelsbreed verschilt. Ook Jan Fabre is graag een beetje Rubens en een beetje Breugel tegelijk. Het doet denken aan dit schilderij van Pieter Breugel de Oude, waarin enorm veel invloed is verwerkt van Hieronymus Bosch. Er zijn een aantal halfdieren, half mensen te zien, zoals de hoofdstukken van Jan Fabre allemaal dierlijke lichaamsdelen dragen, hoofden die half dier, half mens zijn. Ik ga liever nog wat verder terug dan de Renaissance of het herfsttij. De Romeinen, die hadden al het gebruik om van het hoofd van hun voorname overledenen een wassen afgietsel te maken. Dat werd gebruikt als basis voor meestal marmeren bustes die meegedragen werden door de familie tijdens belangrijke optochten. Zo belangrijk waren hun voorvaderen, je was trots op het geslacht dat jou had voortgebracht. En die portretten hadden dus altijd iets glads, iets doods, als echte dodenmaskers.
Zo'n emotieloze nabootsing heeft het ezelsoren hoofdstuk van Jan Fabre ook. Het is geen portret, maar een masker. Dat emotieloze, waarbij de nabootsing het karakter afvlakt, zien we bij veel sculpturen van Jan Fabre waarin hij zelf de hoofdrol speelt. Het zijn theatrale ideeën waarbij de technisch volmaakte uitvoering belangrijk is voor het overbrengen van de boodschap. Alsof betekenis afhangt van ambachtelijke perfectie. Het onderscheid tussen zelfportret en portret is prachtig af te lezen uit deze foto van de Belgische krant De Standaard. Rubens heeft duidelijk zijn zelfportret geschilderd, wat je kunt zien aan zijn onderzoekende blik. Zo keek hij in de spiegel terwijl hij zichzelf schilderde en zich afvroeg: wie ben ik eigenlijk? Daarnaast zien we een opgewonden Jan Fabre betrapt op het ogenblik dat hij vol emotie een zichzelf verdedigend gebaar maakt met zijn rechterhand alsof hem iets wordt verweten. Het zelfportret van Rubens is een zelfonderzoek. Het portret van Jan Fabre is een karaktertekening zoals hij op dat moment was. Waarom het 18 maskers zijn geworden, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar het is duidelijk dat het geen ironie betreft, althans niet louter ironie, want daarvoor is er veel te veel vakmanschap en kunde in de hoofden gelegd. Er is te zien dat het lijkt op Jan Fabre, op de jonge en de oude Fabre, op Fabre als ezel, op Fabre als trotse wetenschapper, als gierende eenenter en als dolgerichte blok. Allemaal Fabres, lijkt de serie te willen zeggen. Eén Fabre bestaat niet. We zijn allemaal meervoudige mensen. We zijn het ene moment zus, het andere moment zo, maar we blijven nog steeds dezelfde. Hoe meer het vakmanschap toeneemt bij Jan Fabre's koppen, hoe minder het Fabre wordt en hoe meer iedereen. Uiteindelijk zijn wij allemaal halve dieren, halve fabeldieren. En dat is waarom Fabre zichzelf in was heeft gekneed en zichzelf in brons heeft afgegoten. Want wij zijn, net als hij, niet in één portret te vangen.